Na de eerste COVID-golf zijn we begonnen met patiënten begeleiden met de app, omdat we toen natuurlijk weinig toegankelijk waren als ziekenhuizen en de patiënten wel begeleiding en coaching wilden aanbieden. En waar we nu net mee gestart zijn, is om die app ook in te zetten op een klinische afdeling, dus bij patiënten die opgenomen zijn. Dat is wat we nu nieuw geïntroduceerd hebben. Het CWZ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de app gebruikt. Tijdens de ziekenhuisopname wordt de patiënt geleerd hoe de app werkt. Deze app is ontwikkeld in samenwerking met Lucie. En samen met de zeven Santillon ziekenhuizen hebben we zelf zorgbaat voor het COPD. En wij zijn het eerste ziekenhuis die ook in de kliniek daarmee gaan werken. En daarmee willen we het vertrouwen van de patiënt verhogen, zeg maar. En daarmee is een samenwerking met ICT in het ziekenhuis. Hebben we deze app gebouwd en samen gekeken van wat moet er in deze app komen qua metingen, qua waarden, qua scholingen. En om op die manier de patiënt op een vertrouwende manier naar huis te laten gaan. Dit is de hoofdpagina en op deze pagina krijgen de patiënten te zien of er acties zijn van die dag. En dan staat er bijvoorbeeld meting in die zij die dag moeten invullen. Onder zelfzorg staan filmpjes in, dat zijn de lessen. En hier wordt op een heel kort filmpje uitgelegd over het betreffende onderwerp. De patiënt gebruikt de app vanaf nu dus in het ziekenhuis en thuis en dat gaat erg goed. Die feedback is heel goed. De patiënten zijn heel tevreden, want die voelen zich heel veilig. Dus ze vinden het heel prettig dat er iemand meekijkt, zeker na een opname. Maar dat zal Janine jullie ook strakjes uitleggen, zijn patiënten toch vaak wat onzeker of angstig als ze weer naar huis gaan. En hiermee voelen ze zich wat veiliger omdat er iemand met ze meekijkt. En ze vinden het ook heel prettig dat als ze hebben ingevuld dat het wat minder goed gaat, dat er dan ook de volgende dag even iemand contact met hen opneemt en adviezen geeft van wat ze kunnen doen. Hij is heel makkelijk in gebruik. Wij dachten eerst van hoor, heel ingewikkeld. Maar het is echt met pictogrammen, met filmpjes en heel kort en bondig kun je hem invullen. Ook het aanmelden gaat eigenlijk heel erg goed. En wij zien ook gewoon dat het ons heel veel tijd scheelt, want wij hoeven heel veel vragenlijsten nu niet meer in te vullen.